Hallo allemaal, mijn naam is Leon en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival. En op dit moment is Twan bij ons. Hallo. En we zijn op het moment druk bezig met minen, want we hebben best wel wat diamond nodig. Ik heb al 14 diamonds en ik weet niet, Twan, hoeveel heb jij er inmiddels? Ik heb er net 8 weggebracht en ik heb hier weer wat gevonden. Dat is helemaal mooi. En dat is dus ook wel een beetje hetgeen wat we op het moment aan het doen zijn, of tenminste waar we mee bezig zijn, want voordat wij de nether induiken, of die end induiken, moeten we wel wat voorbereid zijn. En ik zie dat ik hier al een monster stone heb. Yeah, hak, hoppa, zo, en nog één, jimmig. Wat zitten die er veel in tegenwoordig, zeg? Ja. Zo. Barst hier van de lava, zoals gewoonlijk. Maar ik ga jullie niet al te veel vervelen met wat we aan het minen zijn. Dus ik hou dat er een beetje uit. En zodra we wat interessants gaan doen, dan kom ik weer bij jullie terug. Dus tot zo. Oeh, yeah. Zeg, vis, heb je honger? Hakka, hakka, hakka. Nou, wat heb ik nou weer ontvangen? Kom op deze kant, vriend. Kom op, kom op, kom op. Kom op, snel, snel. Ja, pak hem. Auw, dat ben je dom. Zo. Oei, oei, oei. Ik heb een nieuwe vis. En het beest is dom? Jezus. Daan heeft de last van domme vissen. Zijn er ook slimme vissen? Nou, eentje is best wel slim. Die weet gewoon, als hij eten ziet dwarrelen door het water, dan weet hij dat hij dat moet pakken. Oh. En die andere die denkt, eten! En dan wordt hij helemaal, slaat hij op hol en gaat hij om zich heen happen. Zodat eten voor zijn neus naar beneden valt. Oh, en die andere vis, die gaat ondertussen alles voor zijn neus wegeten. Er zit hier veel te veel lava. Ja, hè? Was ik ook al achter. Ja, ik ben nu echt expres de andere kant op gaan graven in de hoop dat daar minder zat, maar nee hoor. En kunnen jullie nog vinden? Nou, er is niet veel meer te vinden. Het meeste is redstone. En heel af en toe nog wat wat iron en gewone kool. Oké. Okay. En heel zelden kom je een stukje goud tegen. Of wat diamond. Ja. We hebben trouwens weer luisteraars op de lijn. Oké. Okay. Ja. Maar ik vind het een mooi apparaat dat je hier gemaakt hebt. Oh, oh. Die mob farm bedoel je? Ja, de mob farm, ja. Ja, werkt goed. Gewoon lekker zitten, niet nadenken en op de muis klikken. En je krijgt experience. Ik hoop niet dat je nou die zombies via de speaker hoort. Geen idee. De klik zal je wel horen, denk ik. Ja, ja. Dat wel. Dan moeten jullie maar meer leren leven. Ach, iedereen die Minecraft speelt weet hoe het geluid klinkt. Dat is al een nadeel. Als je de hele dag aan Minecraften bent, dan... Even zien hoor. Hey, is het een zombie met een tool? Ja, dat kan. Ja, wel jammer dat hij die tool meestal niet laat vallen.
niks in de kist zit. Er zit inderdaad ook nog niks in de kist, dus... Waarschijnlijk... hebben we er niks aan. Nee, alleen... Weet je, die kring ook skeletons, die gooien zo af en toe eens wat op de grond neer. Ja, ja, een boog die bijna kapot is. Maar soms ook wel een hele. Ja. Je kan natuurlijk die bogen altijd bewaren om weer andere bogen te repareren. Ja, precies. Dat kan tegenwoordig wel. Moet je wel XP voor hebben dan weer, natuurlijk. Gaat dat op XP? Yes. Oké, okay. Dat wist ik niet. Ik denk dat ik ook wat meer ijzer gewoon zelf uit de oven ga halen, want daar krijg je ook XP voor. Ja, dat is ook zo. Dat zat ik later ook aan te denken, want die krijgt nu daar geen XP voor. Nee. Nou, ik kan het natuurlijk ook gewoon zo maken dat het de oven ingaat en dat het dan vervolgens niet naar beneden toe gaat, maar dat het blijft wachten totdat je het zelf dan weer eruit haalt, ja. Dat lijkt me eigenlijk geen verkeerd idee. Ben je gewoon XP aan het verzamelen eigenlijk. Ja, en je kan het dan vervolgens wel gewoon weer in een kistje doen wat het dan weer naar beneden toe stuurt. Mm-hmm. Hey, ho, waarom word ik aangevallen door zombies? Ik zit hier gewoon veilig, lijkt mij. Ja, in principe wel. Ja, dat had ik ook een paar keer, dat je een stukje naar achteren was geslagen of zo. Ja. Yeah. Even zien hoor. Maar daar ga ik zo meteen eens even over nadenken, dat moet wel te doen zijn namelijk. Ik heb echt zo'n slecht paasweekend gehad. Ik heb gewoon echt 3 dagen paaslunch, of brunch, lunch, ontbijt geval gehad. Wat verschrikkelijk nou toch? Jongen. Pasen? Was paas? Oh nee, sorry. Derde en vierde kerstdag. Ja, nou het viel mee gelukkig erin. Ja, uiteindelijk viel het inderdaad wel mee. Maar vrijdag toen ik in Hilversum was, toen was het wel behoorlijk wit buiten. Tja. Toch zou het leuk zijn als je hier ook echt seizoenen zou krijgen in Minecraft. Ja, nou ja, je hebt het enigszins natuurlijk, maar... Nee, maar echt zeg maar per 10 dagen of zo, dat je dan weer in een keer sneeuw krijgt of... Ja, het zou cool zijn. Iets dat je wel je rekening mee moet houden met graan en zo. Of zo. Weet je, zoiets. Dat je niet zomaar je plantjes buiten kan zetten en er niet naar om hoeft te kijken. Daar zijn denk ik de meningen wel over verdeeld. Ja, aan de ene kant maakt het weer wat moeilijker en aan de andere kant maakt het wel weer wat leuker. Ja, maak het optioneel. Gewoon aanklikken, wel of niet. In het begin, toen het etensbalkje geïntroduceerd werd, heb ik ook een heleboel mensen erover horen klagen. Ja. Dat geloof ik graag, ja. Ja, die update 2.0 was ook leuk, zeg. Ja, die is zeker leuk. Ja, het enige wat ik daar heel graag uit wilde zien, dat was het gekleurde glas. Ja, gekleurd glas, hè. Zou dat eens doen? Dan weet ik dat ik een hele mooie grote kathedraal gebouw. Ja, inderdaad. Nou, toen ik dat gekleurde glas zag, toen had ik al zoiets van, dat klopt niet. Want ik herkende het uit een mod, maar ik weet even niet meer welke... Maar het was van Mojang zelf, dacht ik ook niet. Ja,
Ja, ze hebben het gedaan samen met mod developers volgens mij. Ja. Yeah. Ik vind het eigenlijk helemaal niet slecht als verschillende mods in de volledige versie van Minecraft stappen. Oh nee, zeker niet. Er zijn genoeg goede mods te bedenken. Ja. Ja, een paarden zou leuk zijn, maar dan iets beter dan in de 2.0. Ja, maar paarden stonden volgens mij wel op de planning. Dus dat zou best wel eens kunnen dat die binnenkort komen. Ja. Dat zou leuk zijn. Een beetje rond kan reizen en sneller rond kan reizen. Ja, maar dan moeten ze wel beter bestuurbaar zijn dan die varkens. Dat sowieso, ja. Eerst kon je die varkens helemaal niet besturen. Daarna kon je ze een beetje besturen met die wortels. Ja, maar ja, dat schiet ook niet op. Nee. Dat is meer om races te houden voor de lol, maar niet om rond te gaan reizen. En net vond ik achter elkaar diamonds, maar nu bijna niet meer. Trapchest nog ergens vandaan vissen. Nou, Twan, ik heb het aangepast. Oké. Dus je nu oors omsmelt, dan kun je ze uit de oven halen. En vervolgens zelf dan weer in een kistje doen. Waardoor je dus je punten krijgt. Mooi. Dus ik heb het systeem heb ik gewoon laten zitten, je moet het alleen gewoon eventjes erin en of eruit halen en er weer in doen. Betekent dat we allemaal net iets minder lang bij die mob farm hoeven te staan? Ja, in principe wel. Oh, dat heb ik even niet meegekregen, maar wat? Het is mob farm, ik ben aan het farmen hier. Nou, kijk, als je... zoals ik dat systeem helemaal geautomatiseerd had met die... oorsmelting en zo. Ja. Yeah. Kun je geen XP daaruit halen? Nee. Dus ik heb het nu zo gedaan dat ik die hoppers heb ik onder de ovens vandaan gehaald. Die heb ik opzij gezet. En voor de ovens heb ik nu kistjes neergezet. Dus je haalt gewoon de gesmolten dingen haal je eruit. Ja. Yeah. En die stop je dan in het kistje wat ervoor staat. Okay. Dus dan zakt het alsnog naar beneden toe. Alleen kan je wel vooraf nog de oor eruit vissen, zeg maar. Ja, precies. Leon, je lift werkt leuk. Mijn lift werkt leuk? Ja, je lift. Oh, mijn lift? Ja. Ja, goed hè. Ik was het zo zat, die spiral stair. Och, dat is niet normaal. Joh. Daar ben je helemaal dronken van, man. Ja. Even een vraagje achteraf. Ja. Was het handiger om ladders te gebruiken? Die zijn trager volgens mij. Ik weet het niet.
Ik weet het eigenlijk niet. Even kijken. Als het goed is had ik nog wat ijzer. Dat erin. En wat goud. Zo. Pom, pom, pom. Niet slaan, zombie. De frames zijn echt extreem laag. Dat is echt niet ja, bij mij ook ineens. Oh, hier heb je die kistjes neergezet. Wat is de server aan het doen? Ja, die staan er gewoon voor. Dus dat werkt wel. Niet zeggen dat de server nou zo druk bezig is. Hij is wel iets drukker dan normaal, maar niet veel drukker of zo. We moeten echt een Ender Farm hebben. Anders komen we nooit aan al die ogen in. Volgens mij krijg ik er nog steeds geen XP van. Nee, het gaat niet om de XP. Het gaat om de Ender Pearls. Nee, maar ik bedoel van als ik iets uit de oven haal. Ik kreeg er net wel XP van. Maar steen krijg je niks van, hè? Wel van. Nee, dat weet van... ik. Je krijgt alleen van de Iron Ore en de Gold Ore. Ja. Ja, nu ineens wel. Nou, je moet er best wel wat in doen, wil het effect hebben hoor. Ja. Even kijken, ik had ook nog wat kool, dus dit kistje kan wel weer bijgevuld worden. Op een gegeven moment te denken om die tree farm ook helemaal te omringen met hoppers. Maar vind ik een beetje onnodig eigenlijk. Ja, maar dan gaan ook meteen alle saplings die kant op. Ja, precies. Dat was het idee. Yeah. Je kan alles wel gaan automatiseren. Ja, is leuk. Ja, dat heeft wel wat. Oh ja, wat ik graag eventjes van de kijkers thuis wil weten. Zouden jullie geïnteresseerd zijn in unboxing video's van games of apparaten, gadgets, dat soort dingetjes? Want ik krijg regelmatig dingen binnen en nou ja, als ik daar een video voor kan maken omdat jullie daar geïnteresseerd in zijn, dan doe ik dat met plezier. Dus laat maar in de reacties even weten wat jullie daarvan denken.
dan kan ik daar wat mee gaan doen. Nog mooie games in de planning staan om binnenkort ook te showen? Nou, op het moment niet extreem. Ik zal eens even kijken op mijn lijstje. Even zien hoor. Het valt niet mee op het moment om wat leuks te vinden. Misschien dat ik binnenkort wat Battlefield 3 filmpjes ga maken, maar ja, dat zijn niet echt dingen. Of niet echt iets unboxing, zeg maar. Nee, dat is echt natuurlijk weer een game zelf. Nou, ik kan niet zeggen dat ik nu een lijst heb met dingen die ik echt ga uitgeven. Ik kan wel zeggen dat ik binnenkort waarschijnlijk de nieuwe Tomb Raider game ga doen. Die is wel al een tijdje uit, maar ja, vind ik toch wel de moeite waard om te gaan spelen. Zeker omdat ik die vroeger ook al altijd al speelde. Ziet ook leuk uit, die game. Daarom. Ja, dat is ook een digitale licentie, dus daar heb ik ook verder geen unboxing van. Maar ja, ik zou het natuurlijk best wel eens in de gaten kunnen houden. Als ik dat wel heb, dat ik dat gewoon doe. Maar het hoeven niet per se games te zijn, want het kunnen ook gewoon hardware dingen zijn. En het hoeft niet per se elektronica te zijn, het kan ook iets anders zijn. Ook wat ik vrij regelmatig krijg is Amerikaans eten en snoepgoed en dat soort dingen. Als mensen dat soort dingen leuk vinden, kan ik daar ook wat meer van laten zien. Ook altijd leuk. Wat voor soort Amerikaans snoep krijg je dan binnen wat wij normaal gesproken niet in Nederland kunnen kopen? Wat je normaal gesproken niet in Nederland kan kopen. Je kan natuurlijk vrij veel wel in Nederland kopen, maar wat ik heel veel binnenkrijg is bijvoorbeeld cream soda, omdat dat gewoon erg lekker is. Zeker. En verschillend snoepgoed uit Japan vandaan en dat soort dingetjes. Maar haal ook wel eens van die bakmixen uit Amerika vandaan en dat soort dingetjes. Dus het is een beetje verschillend. Dan ben ik niet iemand die make-up gaat showen natuurlijk. Wel grappig om te gaan doen. Maar ik zou natuurlijk altijd mijn vriendin nog kunnen vragen of die dat zou willen doen. Maar ik denk niet dat er hier mensen zullen zitten te wachten op make-up video's. Nou, en de eerste request die je gaat krijgen. Ja, dat zou best kunnen. En kleding, mode en dat soort dingen zal ik ook niet heel snel doen. Of het nou voor mannen is of niet, dat maakt niet uit. Doe maar lekker de games, beetje knallen en zo. Yes. Beetje saai, zombies neerslaan. Nou ja, misschien dat ik wel iets van een lifestyle kanaal erbij ga doen of zo. Je moet wel eerst een awkward potion maken, hè? Oh. Nou, dan haal ik ze er snel even uit. Ik zal eventjes hier een netherrack of nether ward in doen. Zo. Even kijken. Zombies!
even de flowcharts en brewing er weer bij halen. Heel slim. Eens even zien, hoeveel zitten we nu inmiddels? 25 minuutjes. Ja, yeah. Moeten we vandaag nog eens gaan doen om deze aflevering nog een beetje spectaculair te maken. Ik denk dat die wel spectaculair genoeg is met het niks doen. Je kunt er altijd een TNT-blok bij instoppen. Oh ja, natuurlijk. Wacht even. Goed plan, Twan. TNT. We gaan even TNT maken. Let's see. Waar zijn mijn droppings? Hier al. En nog een beetje zand. Ja, dat hebben we wel in de woestijn natuurlijk. Ja, gewoon en natuurlijk nog wat. Wat zullen we eens opblazen? Ik heb geen idee. Is er nog iets leuks om op te blazen? Oh, ik heb alle misschien leuker voor de volgende keer. Gewoon eens even met vuurwerk gaan spelen. Ja, vind ik een goeie, Daan. Dan moet ik niet al mijn gunpowder gaan gebruiken nu natuurlijk. Het is misschien spectaculairder om te doen. Ja, we eindigen deze aflevering nu gewoon met een boom. Hebben we nou al beloofd? Ja, dat sowieso. In je belofte houden. Yes. Oh, hier staat er een. We hebben een spin in de werkplaats. Een spin in de werkplaats? Waar komt die nou weer vandaan? Ik heb geen idee. Misschien is onze boekenkast niet goed genoeg verlicht. Ja, zit die in de boekenkast dan? Nee, hij staat net onder de trap, maar volgens mij kwam die daar wel vandaan. Want in principe zou een spin niet door een boekenkast heen moeten kunnen. Of door die de opening heen kunnen. Nee, eigenlijk niet, nee. Okay. Even kijken. Ik ga het even vuurwerk maken. Eens even zien. Wat gaan we opblazen? Zo, ik heb alvast een mooie detonator voor je. Mooie detonator? Ja. Ik heb gewoon een redstone torch. Oh, dat kan ook. Well, let's place it over here. Oh, wacht, waar ben je? Oh, ik zit een beetje ten zuiden van de XP-toren. Ik heb trouwens een goed iets gevonden voor het zombievlees. Oh ja, vertel. Ja, gewoon niet heen en weer lopen en zelf opeten. Ja, maar dan wat moet je daarmee doen dan? Nou ja, opeten en dan heb je levens. Ga je niet dood. Bespaar je de levens van kippen. Dat is dan kan je doorgaan met XP farmen. Dus. Aansteken maar. Ga je gang. Boom. Woo! Yay! Nou, een mooi knallend einde. Nou. En dan zeg ik jullie allemaal tot morgen. Hoi hoi! Oei. Ciao.